Leerlingen van groep 8 kunnen niet gewoon op kamp zoals voorgaande jaren. We konden niet naar kamp, omdat de kamplocatie waar we elk jaar zijn... Door het coronavirus. Die mag niet meer verhuren. Dus ja, daardoor konden we niet naar Texel, want normaal gaan we naar Texel. En ja, toen moesten we wat anders doen, dus de juffrouw wat anders verzinnen. En gelukkig hebben de juffen van de Werenfrieders in Wervelsoof iets leuks bedacht. Vanwege corona kon natuurlijk het kamp niet doorgaan, want dat mochten we niet. We mochten niet op school reizen, niet op excursie. En nou, toen hebben we eigenlijk een heleboel dingen zitten uitzoeken. Wat kunnen we ze nu wel bieden? En dan ga je een beetje met elkaar brainstormen. Wat kan wel, wat kan niet? En toen kwam eigenlijk, het zou niet leuk zijn of op school mogen slapen. Nou, het idee is dat we hier dit weekend in Wervelsoof, in ons eigen dorpje, mogen genieten van een prachtig kamp. En een heel speciaal kamp. Want slapen op school komt niet vaak voor. Ja, het is nog nooit gebeurd dat de kinderen bij ons op school geslapen hebben. Ik vind het best wel cool, want niemand heeft dit eigenlijk ooit gedaan eigenlijk. Maar ja, niemand op school heeft eigenlijk overnacht op school. Aan de ene kant wel wat leuker, want natuurlijk heeft nog nooit iemand op school geslapen. Dus wij zijn wel eigenlijk een van de eerste. Ja, en juf zei ook dat het de laatste keer was dat er ooit iemand op school ging slapen. Dus ja, het is wel meer bijzonder. Ja. Maar zijn ze dan echt van plan om te gaan slapen? We zijn niet van plan om te slapen. Nee. Nee. Wat gaan jullie in de nacht doen? De nacht doorhalen. Ja. Wat eigenlijk niet mag. Proberen. Ja, dus spelletjes spelen. Kletsen. Spookverhaaltjes vertellen. Ja. Er zijn ook veel voordelen van kamp in eigen dorp. Nou, de voordelen zijn dat we hoeven meeslepen van spullen en als we dit maar niet vergeten zijn en als we dat nog vergeten zijn. Dus je bent niet zo bang dat je iets vergeten bent. Dat is wel gewoon wat makkelijker. Je slaapt op school, je gaat zwemmen, maar het is kleine dingetjes, maar het is ook wel heel gezellig met z'n allen. Je komt dichter op elkaar, doordat niemand dat je niet echt op kamp kunt, maar wel gewoon de weekend. En ja, dat vind ik er ook heel leuk aan. En het is beter weer dan op Texel dan dat we die week zouden gaan. De activiteiten die ze gaan doen is nog een verrassing voor de kinderen. Maar wij krijgen alvast een primeurtje. We gaan naar het Klimpark klimmen en we gaan lekker een speurtocht doen door het dorp met vossen. Leuk. Gaan we met brood op, dat doen we altijd op het kamphuis. En dan nu gaan we lekker op het plein, weet je, lekker met je kussentje en dan lekker boven een barbecue lekker broodje roosteren. En dan lekker opeten. Dat vind ik echt een van de leukste activiteiten. Dan zit iedereen bij elkaar en dan gaan ze allemaal lekker verhalen vertellen. En dat vind ik zo leuk. Ja. Echt heerlijk. Ja.